Tijdens een ritje van de begane grond naar de 11e verdieping moesten 15 studenten van Tilburg University hun ideeën slijten aan een bobo uit het bedrijfsleven. En dat in 45 seconden. Mijn naam is Bas Hemvuls, 21 jaar student psychologie. Ik heb een vraag nu. Heeft u zelf kinderen? Ja, twee. Dan bent u neem ik aan overgaan met het welzijn van kinderen. Ik wil het met je gaan hebben over de toekomst van geld. Wij denken dat problemen op te lossen zijn met andere problemen. De deurbel op zonne-energie. Joe, zou je me alsjeblieft aan al deze zware kinderen willen helpen? Dankjewel. Gruwelijk enthousiast, bracht het goed, gaf een persoonlijke overtuiging in, had goed getraind, precies op tijd, een hele goede pitch. Er kan er maar één winnaar zijn en die staat hier naast me. Sebastiaan Verhulst, je bent derdejaars student psychologie. Klopt. Ik zie je vooral ontzettend bevlogen en gedreven, precies binnen die 45 seconden. Maar wat was het nou? Je idee? Ja, ik heb het idee omdat op dit moment ontzettend veel kinderen te zwaar zijn in Nederland. En dat iedereen er best van schrikt dat maar liefst 30% van de kinderen leeft van 4 tot 15 jaar te zwaar is. Ja, en ik wil er iets aan doen. Dus ik dacht, ik bedenk een stappenteller. Ik koppel een soort van beloningssysteem aan vast. En kinderen worden niet meer te zwaar. En wat dus is dat is mijn streven. Ja, maar wat is het beloningssysteem dan? Dus je doet die kinderen een teller aan. Precies. Dat is bekend, denk ik. Hè? Dat bestaat wel zoiets. En dan? Ja, ik had eerst het idee om misschien korting te geven op pretparkkaartjes. Maar ik dacht, wellicht is het misschien nog zelfs beter als kinderen eigenlijk zelf kunnen gaan sparen voor een eigen product. Dus dat ze bijvoorbeeld door het zetten van stappen een gratis bal kunnen krijgen. Waardoor ze eigenlijk buiten kunnen gaan spelen met de bal. Maar wie gaat het dan uiteindelijk betalen? Ja, daarvoor ben ik dus nou op zoek. Ik heb op dit moment ontzettend veel. Het is een leuk idee. Maar qua investeerders en hoe dit precies op moet gaan pakken, daar ben ik op dit moment mee bezig. Joep de Groot, de ondernemer van CZ, waar ik dus mijn idee heb aan mogen pitchen. Ja, die zei, hij vond het fantastisch. Hè? Ja. Hij was echt lovend over je. Ja, die wil mij gaan helpen in ieder geval. Ik moet een mooi businessplan op gaan stellen. Dus ook echt kijken naar wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen. Wat is op dit moment heel erg belangrijk. En die zegt van, je moet me bellen en dan gaan we kijken wat er is haalbaar en hoe gaan we dit doen. Wanneer is je businessplan klaar? Ja, ik moet nu heel hard aan de slag. Ik heb volgende week woensdag weer een afspraak hierover met de TCE. Vanuit je wordt de in één keer ook ondernemer, hè? Ja, precies. Ja, de wereld staat een beetje op zijn kop. Ik wist eigenlijk, want in het begin was het zo dat wij met ontzettend veel ondernemers dus een training hebben gedaan. En zij zijn een ondernemer. En ik heb alleen een idee en ik wil wel ondernemer worden, maar ik ben er nog niet. En nu is het ineens van, het gaat snel. Je had natuurlijk niet kunnen dromen dat je tijdens je studie psychologie al zou gaan ondernemen. Nee, klopt. Het is voor mij ook iets heel nieuws. Is het ook nieuw binnen jullie opleiding? Nou, ik denk als ik omheen ga en dat er weinig überhaupt studenten zijn die al bezig zijn met ondernemen. En al helemaal weinig psychologie studenten. Maar ik wil het gewoon graag aan ondernemers laten horen. En om te kijken van wat vinden zij nou van mijn idee? Dus je had eigenlijk al iets van ondernemers-DNA in je? Precies, ja. Ik denk dat ik altijd wel een drive in me heb om ideeën zelf op te pakken en te kijken hoe ver ik met iets kan komen. Nog heel even een goede tip van jou. Wat maakt nou, en met name jouw pitch, wat was nou doorslaggevende waarom jij hebt gewonnen? De tip. Ja, ik heb gepitcht vanuit mijn hart. En ik denk dat heel veel mensen in 45 seconden heel veel informatie hebben gegeven. Heel graag, heel moeilijk, ingewikkeld en snel. En ik heb gewoon gezegd, dit is het probleem, zo ga ik het oplossen, wil je me helpen? En dat is denk ik wel de strekking van mijn verhaal. Nou, wij willen in ons programma altijd heel graag goed nieuws. En ook van jonge ondernemers en zeker al tijdens hun studententijd. Dus zodra je met Joep gesproken hebt en klaar voor productie, zeg maar, bel ons en dan praten we verder. Ga ik zeker doen. Dankjewel en heel veel succes. Dankjewel.